Ja, we lagen er een beetje tussenuit, maar we zijn weer terug met Challenge Accepted. En deze keer, zoals eigenlijk heel veel aangevraagd werd, een retro game. Want we gaan Donkey Kong spelen op de Nintendo Classic Mini. En ja, die is niet meer te verkrijgen nu, of die wordt niet meer gemaakt. Dus hey, als je hem wil kopen, hit ons op. 800 euro doen we ervoor. Maar we gaan kijken wie het vers kan komen met 3 levens in Donkey Kong, de klassieker. Let's go! Daar gaan we. Ja, ja, ik weet nu wel. Ja, hè? Daarom weet ik niet wat A is. Ik denk dat het een kruisje. Ja, ik ben echt wel. Ik ben nog nooit in het Nintendo Tijdperk gekomen. Nee. Hoe pak ik die A? Wow, wow, nice! Oh, moet je niet zeggen. Kom maar dan. Kut, maar ja. Hoe lang duurt die? Ja, dat weet ik niet. Nice. Je bent wel lekker bezig qua punten, Daan. Nice! Ah, nee! Hoeveel levens heb je? Dat emmertje met die 2, dat zijn zijn levens, dus nu is het maar 1. En als er 0 staat, heb je er ook nog 1. Dus je hebt net al maar 3 levens. Oh, die logica, die levens ook. Ja. Je hebt nog 0 levens, dus je mag nog een keer. Nee, dat klopt wel wat je zegt, maar hij heeft nu nog 1 leven. Ja, zijn, wat hij nu in zit. Hetzelfde dan nee, nee. Kut! Dat is wat hij nog heeft. Wow. Dat is trouwens best wel nice. Wow! Check die pro-moves. Die move. Misschien is het van, hierna heb je nog 1 leven. Ja, dat is wel, dat zijn heel veel games, dat je dan inderdaad nog 1... Oh, red die prinses. Daniel is hier echt fucking goed in. Ja. Oh. Zo. Heb ik er gered? Of? Ja man, Pussy gescoord, nice. Hey joh. Hier kom je niet nog heen. Dat kan ik in games wel. Zo so too soon. En wat about mijn moeder? Oh. Dood. Ja. Ja. Wel een van de eerste games met fall damage. Fallout damage. Kom maar dan! Hoeveel levels heeft deze game überhaupt? Niemand heeft dit ooit uitgespeeld. Nee, niemand heeft dit ooit gespeeld zo lang. Als jij nu. Ja, maar ik ga nu echt... Dit gaat echt super goed. Wow, ik ga te goed, te goed. Ga weg! Gooit je allemaal? Hij gaat het halen. Nee. Je kon precies zien waar die stuitte, dus je weet precies waar je veilig bent. Ja, okay. Oh, sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, maar ik ben nu toch... Je bent game over. Je bent game over. Oké, okay, here we go. Best game. Ja, spelen.nl dit toch? Animaties zijn nog steeds beter dan Spectrum. Ik ben maar echt te veel aan het fucken met die game. Ik krijg geen barrels om erin te spreken. Oh, daar zijn ze. Laat maar. Dat is ook slecht voor de punten als je dat niet doet. Ja, nee, ik wou net zeggen. Ik ga op tijd ga ik winnen. Ja, daar kun je ook heel veel punten scoren. Of je haalt het level gewoon. Ja, denk je? Je kijkt op boze kut, tijd kut. Ook dan. Dan gaat... Maar je kan niet springen en op een ladder komen. Nice. Nee, dat is naar. Als tip. Ja. Oh, je hebt 0,500 punten. Nice. Ja, toch bizar, of niet? Ja. Nee, dat is toch uit 4. Ja, dan neem mijn hoofdschaat omlaag. Ik heb 100 punten. Oh, okay. Fuck jouw ding. Oh, come on. Hij was dan maar aan het chillen. Inferno. Ja. Ik dacht dat het een power-up was. Ja, echt hè? Jij dacht vuurbloem Mario. Ja, tuurlijk. Makes sense. We burnen Donkey Kong. Ze zit in de lore. Oh! Ondertussen komen! Nummer 2! Wat dacht je? Ik dacht, oh, dan gaat hij gewoon lekker omhoog. Ik snap ook niet waarom jullie allemaal ook eerst omhoog klimmen. Nou, goed, maar niet uit. Ja, omdat er hier een bonus ligt. Ja. Gotta get them points, mate. Oh, fuck! Nice! 6400 punten! Woe! Net onderdaan! Game over. Fuck dit. Ja, maar hij is goed in Dark Souls en zo. Ook jouw tijd. Ja, maar dit is echt niks met Dark Souls. Voor mijn geboorte dit. Wow. Ja, okay, zijn er dingen voor jouw geboorte? Wat? Ja, dinosaurussen, Jezus. Nee, Jezus niet hoor. Jij was toch het begin der tijden? De Alpha en de Omega. Dat is gewoon Peter. Jij at de appel van de boom. Akeo is die guy die gewoon elke week weer met Challenge Accepted aan het oefenen is. Hoezo? Jawel, je hebt wel geoefend net. Ja. Ja. Niet liegen. Ik heb 1 level gespeeld. Fucking cheat. Probeer het talent te kweken en zo. Ah, kom op, het gaat kei snel. Dat zo snel was jij ook hoor. Ja, jij was ook in die best wel snel. Maar het eerste level is ook 4000 punten. Tweede level valt iedereen. Ja, oké. Ja, maar ik kwam niet eens voorbij de 20 pixels in dit level. Sorry, de nieuwste opeens pixels, wat voor art noem je dit normaal? Ik dacht, je gaat automatisch lopend al vanaf nee. Nee. Het werkt met pixels, ja. Kom op, deze game komt uit 81. Natuurlijk hebben ze geen autojump.
Hoe heet het ook weer? Voxel Graphics. Voxel, dat Origins. Original Pixel Art. Oh, je vinger zat ertussen. Net aan, ja. Blijkbaar is dat al te hoog om te springen. Ja, Mario was in het begin van zijn carrière niet zo heel cool. Hij heeft ook een dikke reet. Je moet eens checken als hij aan het klimmen is. Dat is bizar. Dikke reet, grote neus. Ja. Oh! Ja, game over, hoppa. Je hebt dezelfde score als ik. Ja. Nou, game over, daar gaan we om. Dat was mijn e-sport vroeger. Ik ook fucking ver reizen om battles te houden zo in Azië. Kamerhallen en shit. Ja. Dit is best een trieste aflevering, want iedereen is zo standaard. Ja, dit is best wel triest inderdaad. Ja, maar daar houden onze bezoekers van, om trieste moves te zien van ons. Wow! Dit is echt uit de bezoekers. Kut, ook gewoon geen quicksave in het midden ook. En hij was al 20, hè? Ja, yeah, I know. Het is even zo kut. Ik baal er ook echt oprecht van. Ik wilde even bewijzen dat ik ook kan gamen. Ja, als hij toen 20 was, dan zijn zijn reflexen natuurlijk een stuk langzamer. Dit is ook zo. Al die hersencellen zijn al afgestorven. Maar, de punten beginnen natuurlijk weer opnieuw. Dat is wel fijn. Dan kan ik weer op een goede tijd focussen. Ik ben wel leven kwijt. Ik snap niet waarom die barrels trappen nemen of ladders. Hoe neemt zo'n ton een ladder? Gewoon. Ja, realisme. Ja. Hier, kijk hoeveel punten ik al heb. 4500. Ik zit nu al boven Akeo en Tom. Wat? Nee, we hadden 64. Oh, ja. Alsof. Nee joh. Alsof, ja, niet nu. Niet op dit moment in de. Alsof een aap een prinses blijft. Ja. Dat voeren en met tonnen gooit. En dat een loodgieter hangt redden. Alsof dat. Ja, daar hebben we een bouwzaal. Oh. Wat? Is dat te veel fall damage? Ja, oh, het is echt niet normaal. Dat is. Het was een afstapje. Het is echt heel raar. Mario verswikte zijn enkel. He died. Ja, died with dysentery. Vanwege honger. Ja. Dat is quite realistisch. Geen voedsel in de buurt. Survival mode, let's go. Dat is echt de voorloper op deze. Oh. Ja, was je alweer. Nou, van 6400. Rotspel! Woo! Nee, 6100. Yeah! Nice. Oh. De oudste game op aarde. Oké, die zagen we niet aankomen, maar Daan is onze uiteindelijke winnaar. En dat terwijl hij dacht dat A kruisje was en B een driehoekje of zo. Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar anyway, Daan heeft deze challenge accepted gewonnen. Vond je het een leuke challenge? Laat het ons vooral weten. En stel ons ook een nieuwe challenge voor. Heb je een leuke, gekke gedachte in een nieuwe game? Oude game, ik bedoel, kijk hierna. Mag allemaal, drop hem in de comments. Dan gaan we kijken of we misschien volgende week jouw challenge kunnen accepten. Tom out, de ballen, check gamersnet.nl. Peace.